Nou, daar staan ze gezusterlijk naast elkaar lekker te eten. Is dat nou niet een mooi gezicht? Hier op de picknicktafel een heel mooi stuk. En ook aan de... Nou, daar staan ze gezusterlijk naast elkaar lekker te eten. Is dat nou niet een mooi gezicht? Gandalf uiteraard in de gang. Maar ik vind dit toch wel weer super. Hier ben ik toch wel weer trots op. Maar oké, lieve vrienden, weer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zaterdag en we leven eventjes zien. Nou ja, kijk zelf. We zijn laat. Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar ja, dat heb je wanneer je uit gaat slapen en dat heb je wanneer je boven eerst aan het werk gaat. Ik heb wel vanochtend vroeg Gandalf naar buiten gedaan en Rijka naar buiten gedaan. Dus ja, kon allemaal mooi. En toen weer naar bed en toen weer lekker even gaan slapen. Ik was vanochtend al heel vroeg eruit. En vannacht natuurlijk was ik laat. En ik moest zelf vanochtend naar de wc. Ik denk, nou, doe ik Rijka ook gelijk even. Dus hoppata, alles even in één keer gedaan. En nou hoop ik straks nog eventjes weg te kunnen. Ik heb een heleboel op de post te doen. Kerstkaarten. Dus ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet ervan. En doe ik ook. Ik vind dit een prachtig gezicht. Die twee dames bij elkaar. Ja, daar word ik blij van. En ze doet het goed. Ja, ze doet het heel goed. En zij eet eigenlijk ook weer. Ze heeft ook 2 dagen amper wat gegeten. Ik denk dat het allemaal met wennen had te maken van dat ze een hondenzusje erbij hebt. Dus ja, dat kan zo geschieden. Ja, en nou ga ik even voor mezelf broodje klaarmaken. Ik moet dat nog weggooien, daarom ligt er een plastic zakje bij. Dat vouw ik dubbel, komt daar al in. Gaat in de vuilnisbak. Mijn kopje is alweer schoon. Ik zal meteen even koffie maken. Ja, en dan zit al heel wat open, want ik had meer dan genoeg erin. Nou, kijk, gaat ze daar zitten, de dame. Hoe parmantig, hè? Hoe parmantig is dat? Daar komt ze. Oeh, even ruiken aan alle kanten. Rijka. Koek. Het is dat allemaal, hè? Ja. Oeh, moet je weer bij me komen. Hé? Maar oké, lieve vrienden, ik laat de dames verder hun gang gaan. En gericht op de kerstboom sluit ik deze vlog. Dit filmpje weer even af. Komt natuurlijk uiteraard weer retour. Maar ik draai hem nou even niet naar mij toe. Nee, ik zie er wel uit hoor. Maar ja, je weet nooit niet waar je op richt. Maar oké, kijk, ik vind het zo een dotje. Ik ben zo verliefd op haar. Nu wil ze naar buiten. Nou, dan laten we er zo even naar buiten toe. Dus ze moet altijd ook even een kontje hebben. Dus. Oké, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik ben dus een heel eind door Den Helder heen geweest. Ik ben een hele tijd weg geweest om als postbode te functioneren, want degene die in Helden wonen, daar doe ik geen postzegel op en die breng ik zelf eigenhandig weg. Gewoon door de brievenbus. Mochten ze thuis zijn, nou ja, dan kun je even naar binnen. Maar niemand was thuis, op één na. Ja, en dat was mijn liefde met de broer en schoonzus, dus daar ben ik even binnen geweest. Makkie koffie gedaan. Maar, ik was niet alleen. Nee, ik had wel iemand met me mee.
Ja. Deze kleine lieve meid die nou moe is. Ja, die was gezellig met mij mee. En ze heeft er zo goed gedragen. Ik ben zo trots op haar. Ze heeft naast de boezem gelopen. Ze heeft haar geplast. Is enkel nog niet gepoept, maar wel een paar keer plasjes gedaan. En daar ben ik al heel trots op dat ze dat gedaan heeft. Het ging allemaal keurig en als ze klaar was, wou ze uit zichzelf weer op de booster. Ze gaf het zelf aan. Van ik wil eraf. Ja, dan moet je er maar wel af kunnen op dat moment. Die moment heb ik ook gehad. En dan zei ik even wachten. Straks mag je eraf. En keurig netjes bleef ze dan gewoon op de booster. En dan waar het kon, daar minde ik een vaart en dan ging ik zachtjes rijden. Ik zette hem in één en dan mocht zij ernaast. Ja, allemaal geweldig gegaan, toppie gedaan. Ik ben super trots op haar. Ja, ze doet het prima. En nou is ze moe, maar ook ik ben moe en dat komt ook mede door de kou. Alles gaat je weer zeer doen. Het is echt, ja, ik vind het bar koud. Maar ja, wie ben ik? Er zullen ook mensen zijn vanaf Mintje Steltjaan, als ze dit horen. Maar net wat ik zeg, ouderdom komt met gebreken. En dat zullen jullie jongeren vast en zeker wel ondervinden wanneer jullie zelf ouder gaan worden. Ja, want iedereen ondervindt dit. Ik dacht vroeger ook van Mintje Steltjaan. Ik zei het niet hoor, maar ik dacht het altijd wel. Maar ik ondervind het nou ook zelf, ja. Ewen die loopt hier ergens rond. Die heb ik daarnet achter de deur weggehaald. Kandalf die is daar nog. Die ligt denk ik wel ergens boven. Ah, ik hoor wat. Ja? Had jij ook wat te zeggen weer? Oh ja? Hé? Oh, is dat zo? En dan moet vrouwtje er nog even troep opruimen, want ik had eventjes de boel overgepakt in een ander tasje, dat kleiner was, dat ik de hand wat om mijn nek heen kan doen. Hé? Ja, moeten we opruimen? Ja! Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie, wat is het, hoe laat is het eigenlijk? Nou ja, het is nog geen avond, het is ook ja, eindmiddag, hè, namiddag. Maar in ieder geval, ik zeg wel vervast een hele fijne avond. In eerste instantie smakelijk eten, een fijne avond. En maak er iets gezelligs van. Ja, gaan wij ook doen. Zometeen eten. Ook dat moet gedaan worden. Ik ga de computer ook aan doen, even de troep nog opruimen. Want ja, het meeste heb ik niet meer nodig, dus ja, dat kan opgeruimd worden. Het stond allemaal klaar, kant en klaar, et cetera. En dan kan het weer opgeruimd worden. Ze zeggen, we zien elkaar dus vanavond vast en zeker wel weer. Dus ik zeg het, tot dan. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag en we leven op 8 december en om 17 minuten over 12. Jij mag daar niet aan zitten. Nee, ze zit aan het knopje van mijn deurtje van mijn bureau te bijten. En dat mag niet. Nee, ze moet eten en dat wil ze ook 1, 2, 3 niet. Nee, wel lastig wezen. Ja. Maar ik heb gisteravond ook de kerststukjes buiten. Dit gaat het er niet worden. Ik moet mijn stok even hebben. Waar is die stok? Oh, bij mijn bureau. Oh. Even mijn stok. Nee, Rijka. Dat, ja, ik laat het jullie even zien. Hier op de picknicktafel. Een heel mooi stuk. En ook aan de moestuin, zeg maar. Nou ja, moestuin. Onkruidtuin. Ja. Yeah. De tuin moet ook nodig even opgeknapt worden. Maar ja, daar moet je wel hulp hebben. Ja. Dus, maar dat komt allemaal goed. En Rijka is nou buiten. Mooi zo. Kan ik even naar binnen. Ewen die zit lekker te smullen.
Gandalf die zit ook lekker te smullen. En uiteraard heb ik ook het kerstverlichting het buiten doen, maar ik heb dit keer geen verlichting in de vlaggenmast, want ja, hij voelt gewoon niet voor om dat te doen. Nee, en vooral er is zoveel wind steeds en zoveel regen steeds, dat ja, dat red ik niet op in mijn eentje. Dat kan ook een ander voor me doen, meer wie. Hè? Mijn broertje zelf, die is ook een beetje ziek, die moet het rustig aan doen. Dus ja, die heeft ook al even in het ziekenhuis gelegen op een dag. En dat, zijn buis van Eustachius of zoiets, die hing scheef. Ja, kan gebeuren als je gestrest bent, wordt er gezegd. Dus hij moet rust hebben. En dat wil hij zelf weer niet, want hij wil het liefst werken, ja, maar je moet naar je lichaam luisteren. Dus dat ga ik ook weer even een paar dagen doen, ja. Enkel, ja, dinsdag moet ik naar de dierenarts met Rijka. Niks ergens hoor, nee, gewoon even de controle nadat ze dus in Nederland is gekomen. Ze hoest. En dan moet ik banaan klaarmaken, met honing klaarmaken, water koken. Ik doe, ja, het zal. Dus, ik zit te hoog. Maar ja, oké, Astrid die komt zo meteen op bezoek, op visite. Dus ook weer heel gezellig en we gaan er een leuke middag van maken. Dat is Ewin. En die zit daar te zeuren. Ik denk niet of jullie dat horen, maar in ieder geval Kandel die zeurt. Dus zullen we die deur eens even open doen? Joh, dan vloog hij al naar binnen. En dan wil hij naar buiten. Hè? Ja, de herfstblaadjes vallen waaien naar binnen hoor. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, daar kan ik niks aan doen. En die mag graag met takjes en blaadjes enzovoort spelen. En met Gandalf natuurlijk. Hoppa! Maar ja, dat kan jij lekker niet. Oh, komt zo weer binnen. Ja, dat kan jij lekker niet. Oh, je bent een vies meisje. Hé, maar oké, maakt niet uit. Kijk, daar is, ik heb er dat goed gemaakt. Kijk maar. Ja, ga jij daar maar lekker liggen. Nu ook een plekje, hè? Dus ja, lieve vrienden. Dacht ik, mooi, ja, ik heb het nou uit op de zon die scheen. Ga ik het niet aandoen, dan helpt het toch niks. Het is vandaag tweede adventszondag, dus ja, een gezegende tweede adventszondag. En dan kun je wel zeggen, ben je niet naar de kerk geweest? Nee, vooral met zo'n klein hoopiedopie als die daar niet. Wat heb jij daar? Rijka? Rijka? Oh. Nee! Godje dikke, maar ben ik blij dat ik dat vind. Een lampje. Waarvan weet ik niet. Het is een lampje. Van de kerstverlichting, maar welke kerstverlichting? Ik mis niks. En een lampje helemaal met van die draadjes. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja, moet kunnen. Maar in ieder geval, dat was in de wekkie, ja, mijn hoela. Hé, je hebt je eigen eten? Foei, mag er niet. Daar. Ja. Misschien ineens ook dat je niet altijd lief bent, hè? Ja. Kom eens hier. Hier, kom maar. Mijn stoeltje staat nog te hoog. Ik moet zelf nog ook even eten voor de tante Astrid komt. Ja. Ja, ik moet eten. Ja. Boef. Maar oké, ik was ook met koffie bezig. Dat water heeft gekookt, dus ja.
Oftewel het, oh ja, dan moet je wel een koffie in je kopje doen, dan ga je nog geen koffie. Wat ben ik dom, hè? Ja, ik zal weer even beneden. Zo dan. Even koffie in mijn kopje doen, ja. Potverdikkie. Zo. Ja toch, dan zei je toch nog niks. Zo, nou heb ik nog koffie hoor. Ja. En dan ga ik dus nog een broodje klaarmaken voor mezelf. En ik zeg een hele fijne, gezegende tweede adventszondagmiddag. En als Astrid weg is, dan kom ik wel weer retour. Ik zou zeggen, tot dan. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer 16:53. Astrid is al lang al breed weer naar huis. Rijka en ik hebben er een stukje weggebracht en toen heb ik gelijk een loopje helemaal gedaan met haar. Dus ja, zo lang zijn we nog ook niet thuis, want ik heb mijn koffie nog voor mijn neus staan. Ze hebben al eten gehad, de dieren, maar Rijka die heeft wel wat gegeten, maar niet echt veel. Gisteren had ze een grotere honger dan vandaag. Ja, dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Nee, de ene dag heb je meer zin in eten dan de andere dag. Dat hebben wij mensen toch ook? Ja, toch? Dat slechte de bank te knagen en te kauwen. Oh, weg, hè, zitten. Hoe mooi is dat? Prachtig, hè? Ja, daar geniet ik van. Echt zo lief. Rijka. Ja, ze is echt een schatje. Enkel, ja, soms dan doet ze stoute dingen en dan krijgt ze ook wel de straf voor. Maar naast door later ging het allemaal weer prima. Ze heeft buiten een poepie gedaan. Ja, ja, daar ben ik ook blij mee dat ze dat gedaan heeft. En dan moet ik dat ding weer recht zien te krijgen, die poten. Hey, hallo meisje. Was jij die schone pootjes, ja? Wah. Kijk, hallo, hallo. Is je niet mooi, jij? Mooi kindje, ja? Ja? Of niet dan? Wijfie, wat hoor je toch allemaal, hè? Allemaal rare dingen, ja. Maar oké, lieve vrienden, dat, ja, ik ga lekker mijn koffie op drinken en ik, ja, wat zei ik nou, hoe laat het was, het is nog te vroeg om voor mij te eten. Maar ja, Ewin die zat te zeuren, et cetera. Ik heb voor haar nieuw eten gemaakt, het andere heb ik weggedonderd, want dat was van gisteren. En ja, nou is het gewoon, ik hoop dat ze wat gaat eten. Ja, 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 ja. Ja, geweldig. Nou, daar ben ik weer blij mee. Ja, super deluxe. Super deluxe. Waarom wil dit niet wat ik wil? Ik weet het niet. Maar ja, ik zit me die poten te harnissen. Ja, erg. Ik weet het. Maar ja, oké. Het komt allemaal wel weer goed. Ik zal ook proberen. Hey, jeuk en de poepert. Joh? Oh. Maar oké, ik zal ook van de week even mijn grote statief zoeken. Want ik vertel dat een het ander aan Karin. Ik zat van de week een filmpje die Karin mij doorgestuurd had, zat ik te bekijken. Maar die dame, die was zo nieuwsgierig, die wou meekijken. Nou eerlijk, waar dat kopje dat ging van de ene kant naar de andere kant. En zo. Nou. Ik heb me rot gelachen. Ik zei, ja, en dan is het jammer, op dat moment kan je dan niet filmen. En toen zei Karin, ja, natuurlijk wel. Zorg gewoon dat zoiets klaar staat. Nou ja, oké, dan gaan we het proberen. Ja, gaan we gewoon proberen. Niet geschoten is altijd mis. Mijn huisje is mooi. Het is kant en klaar. Jullie hebben het buiten geloof ik ook al gezien. Ik weet niet eens meer wat ik film momenteel. Ja, het komt ook, ik heb pijn en ik ben moe. Astrid is geweest.
Het was wel gezellig hoor, daar niet van. Maar toch, je wordt er wel moe van. En die eieren, is dat een boertje dwars. Maar oké, ik ben in ieder geval wel blij. Ja, het is klaar, het is mooi, het is gezellig, het is netjes. Ik heb die takken zijn nog niet aan. Nee, dat gaan we eventjes doen, want er zitten knippergevallen in. Ja, nou moeten we dan eerst eens even doen. Even hier naartoe. Ja. En dus hangt er hier een apparaatje. Nou, dat gaat eerst. Wat gaan we doen? Blijf je branden of is dit langzaam? Dit lijkt wel gewoon blijven. Ah, blijft. Oké, nou je mag ook hoor, ja. Al die standen, daar heb ik een hekel aan. Dan begint hij te knipperen en dan heel snel en dan van langzaam naar snel. En ja, heel raar, hij blijft maar branden. Dus we laten hem zo. Simpel wat. Hij doet het in ieder geval. Ja. Leuk hè? Ja, er zit de geboortebal in van mijn dochter, de jongste. De geboortebal van mijn liefhebbende stiefzoon, maar ik wil het woordje stief niet gebruiken. Maar het was de zoon van mijn dierbare mannetje. Dat balletje met die konijn erop, of haar, ja, konijntje. Die heb ik gekregen van onze Corrie, ja, vorig jaar. Met de trouwdag van Karin en Roderick, 11 december. Ja, vergeet dat niet. Wel even te feliciteren, hè, 11 december. Dus ja, hartstikke leuk, ja, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Ik probeer nog even de film te gaan renderen. En ja, Rijke, die is weer bij me. Hè? Ja, dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En doe het met de lach. Hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei.